Hallo kinderen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier met Karin, super leuk, super gezellig. Ik ben hier met Elin, ook super leuk. Een beetje jammer zonder Suus, die was er het vorige filmpje al bij. We missen je heel erg als je kijkt. Degene die nog niet het vorige filmpje hebben gezien, dat is echt een aanrader. Die was echt super cool. Maar om even terug te blikken, het ging over dat als Gods geest in ons is, dat we niet meer bang hoeven te zijn. Maar dat we moedige mensen mogen zijn, vol liefde en geduld. Ja, dat klopt. Dat komt op neer. En deze keer gaan we het hebben over Jezus is leven. En daar hebben we deze dingen voor nodig. En jij gaat ook nog wat grappigs doen. Waar hebben we dit eigenlijk voor nodig? Nou ja, we gaan het zien. Over 2 weken is het Pasen. En daar heeft dit verhaal ook wel een beetje mee te maken. Met Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dit verhaal gaat er eigenlijk ook een beetje over. Oh, is er nog een verhaal om? Nou, ja, niet per se over dat Jezus uit de dood opstaat, want dat heeft hij maar 1 keer gedaan gelukkig. Maar wel een verhaal over waarin Jezus zegt dat hij het leven is. En als we dat geloven, dan kan ons dat heel erg helpen. Dus zal ik vast gaan lezen? Ja, ga je gang. Het verhaal gaat over Lazarus. En Lazarus was samen met zijn zussen Martha en Maria vrienden van Jezus. En ze woonden in Bethanië. En dat is een stukje verder weg dan waar Jezus op dat moment was, waar dit verhaal zich afspeelt. En dat was ongeveer 3 kilometer. En wat is 3 kilometer? Wat is dat qua afstand? 3 kilometer is ongeveer van Hilversum naar Bussum of naar Baarn, zoiets. Maar Jezus moest alles lopend doen, hè? Dus hij duurde even voordat hij er was. En gaat het verhaal in Johannes 11 hier verder. Toen Martha hoorde dat Jezus er aankwam, ging ze hem tegemoet. Maria bleef thuis. Martha zei tegen Jezus, Heer, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Maar toch weet ik ook nu heel zeker, God zal alles doen wat u hem vraagt. Jezus zei, je broer zal opstaan uit de dood. Martha zei, dat weet ik, Heer, als het einde van de wereld komt, zal hij samen met alle doden opstaan. Maar Jezus zei, ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft. En iedereen die geleefd en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat? Martha antwoordde, ja, Heer, dat geloof ik, want u bent de Messias, de Zoon van God, die naar de wereld gekomen is. Martha gelooft het, dat zegt ze. Nou, dan gaan ze naar het graf van Lazarus, van die broer van Martha. En dan zegt Jezus, haal die steen weg. Martha, de zus van Lazarus, antwoordde, maar Heer, het lichaam stinkt, het ligt er al 4 dagen. Eeuw. Nou, dat zou ik ook niet mee willen maken. Oh, maar my. Toen zei Jezus tegen haar, denk aan wat ik je gezegd heb. Als je gelooft, zul je Gods hemelse macht zien. Nou, toen hadden een paar mensen de steen weg. En Jezus keek omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u naar mij luistert. Nou, en toen kwam de gestorven Lazarus naar buiten. Er zat een doek om zijn gezicht en een doek om zijn benen. En Jezus zei tegen de mensen, maak de doeken los en laat hem gaan. En toen was Lazarus weer levend geworden. Tjonge jonge, hè? Mm-hmm. Maar Lazarus zat in doeken. Hij zag dus eigenlijk uit een mummie, toch? Ja, vroeger gingen ze zo de mensen begraven, inderdaad. Dus ja, grappig. Daarom staat dit hier ook, hè? Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja. Eigenlijk doet Jezus dus iets onmogelijks. Want ze dachten misschien ergens wel van, dat kan nooit. Nee, 4 dagen, hè? Ja, dat is echt laat. Dat is lang, ja, hoor. Ja. Ik kan ook wat onmogelijks. Ja? Ik kan het heel goed. Oké. Okay. Ik zal het laten zien. Ik ben benieuwd. Dit is papier. Dit is normaal papier. Ja, ik kan hier doorheen. Zo zoef er doorheen. Nou, ik kan niet vliegen, maar ik kan er wel doorheen, ja. Oké, interessant. Ja, vet, ja, hè? Oké, wat je doet. Je vouwt papier. De vouwlijn zit aan die kant. Dus hier kan je hem openen. En hier zit de vouwlijn. Ik heb even wat voorbeeldjes gemaakt. Daarna knip je vervolgens. Dus hier zit de vouwlijn. Knip je hem in. En daarna draai je hem om. Oké. En dan knip je hem weer hierin. Dus er zit de open kant aan die kant en de vouwlijn aan die kant. En je knipt niet de bovenkant. Nee, want dan is het niet meer een papier. Dus je knipt niet de eerste en niet de laatste. En je knipt het dus, even iets voor doen, knip je hem zo in. En dat doe je best allemaal. En dan kom je op dit. Oké. Dus een beetje uit elkaar. Maar je hebt nog hier die vouwlijn. Die ga je nu knippen. Weer niet de eerste.
eerste, hè? De hele tijd? Nee, de hele tijd sla je de eerste en de laatste over. Ze beide. Dus hier knip je de vouwlijn door. Ik zal even... Dit is heel moeilijk. Ik knip hier altijd heel lang over. Ja. Voilà. Dus nu is hij open. Nu kan je hem... Maar ik heb er wel iets gemaakt. Want anders duurt het heel lang. Dus, ik heb hem hier. Als je dus overal de vouwlijn openknipt. Behalve aan het begin en het eind, zei je net, hè? Ja. Ja, ja. Komt er dit uit. En nu... Oh, Elin, je kan echt op papier lopen! Of course. Maar dat lijkt wel een beetje op dit verhaal. Want Jezus doet hier iets onmogelijks. Tenminste, de mensen om hem heen dachten van, joh, dit is echt nooit mogelijk. Maar God maakt dus iets van iets onmogelijks iets mogelijks. Ja. Ze moeten gewoon in hem geloven en dan maakt hij van iets onmogelijks iets mogelijks. Ja, dat is ook wat hij vraagt, hè? Simpel. Geloof je me? Ja. Ja. Nou, ik heb voor jullie nog een challenge voor deze week. En daarvoor heb je wc-papier nodig. Ik hoop dat er inmiddels voldoende is in je huis. En het gaat als volgt. Je zoekt iemand uit die in je huis woont. En je zegt tegen hem, oké, ik heb voor jou een supercoole challenge. Dan geef je hem een wc-rol en dan ga je op je knieën, op de grond. Dit is even dan een soort van de grond. Ga je de wc-rol tot aan de eerstvolgende muur duwen. Stop. En dan kijk je wie er gewonnen heeft. En je kan hem natuurlijk daarna weer netjes opruimen en gebruiken. Dat is de challenge voor deze week en we horen heel graag of het gelukt is. Dus stuur even een berichtje. Zal ik... We hebben ook een werkblad. Oh ja. Die staat op de website op... ICTheGarden.com. Daar staat een supercoole werkblad. Ja, werkblad en een kleurplaat. Ja. En het is super awesome. Ja. Zal ik afsluiten met het gebed? Is goed. Lieve Vader, dank u wel dat u van ons vraagt of we u geloven. Vader, en dat willen we, daar willen we ja op zeggen. We geloven u en we geloven ook de verhalen in de Bijbel. Dank u wel dat soms dingen echt onmogelijk lijken, maar u maakt het mogelijk, Vader. Wilt u ons ook helpen dat geloven in ons kleine leventje, in waar we nu zijn. En dat u een God bent van wonderen en dat we naar u mogen kijken omdat u het leven bent. U bent niet dood, u bent het leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. En nou ja, super veel succes jongens. We hopen dat we jullie heel snel weer zien, want ik mis jullie enorm. Ik mis jullie ook enorm. En vergeet de challenge niet. Hè? En laat even weten hè, hoe het gegaan is. Oké, goed. Doei. Doei.